Goedenavond, Leuven en omstreken, alles goed? Hey! We beginnen met de traditionele. Dames en heren, welkom bij Mosselhof 2 live vanuit Depot in Leuven! Dank u wel om te komen. We hebben een heel goed gevulde avond vandaag. We hebben geweldige gasten. We hebben allerlei kleine verrassingen. Ik kan u al zeggen, de tweede man op de poster is hier wel degelijk. Maar ik ga er hem een beetje bij halen. Maar hij wordt nu in omstandigheden geduwd dat hij er nog niet van wist. En ik ga jullie dat kort duiden, omdat er zijn bepaalde dingen gebeurd bij de eerste liveshow in Zeelen. En die podcast staat nog niet online, dus jullie kunnen ook niet echt inhoudelijk weten waarom dat ik nu bepaalde dingen aan het doen ben. Dus ik ga het kort duiden en dan beginnen we voor echt. Want onze eerste show, onze live mini-tour, podcast-tour, eerste show was in Zeelen. Dat is Jelle zijn heimat eigenlijk. En de dag daarvoor stuur ik naar de gast die de productie doet van die show. Een Njort heet hij. Ik stuur een Njort van, hey, is alles goed voor morgen? Hij zegt, ja, we hebben alles. De gast is gefixt, parking is voorzien, we hebben catering en de go-car is onderweg vanuit Oostende. En ik zeg, go-car? Ja, hij zegt, ja, Jelle had gezegd dat jullie een go-car nodig hadden. Ik zeg, ik weet van fucking niks. Dus ik kom toe in Zeelen. En er is degelijk een go-car voor twee personen. Want Jelle vond het grappig om de show te starten waar we met z'n tweeën oprijden met die go-car. De reactie van het publiek daarop is exact de reactie dat je verwacht als twee mannen oprijden in een go-car. Een applaus, maar ook een verward applaus. Van... Dat is lomp, ik pas daar niet helemaal in. Dat duurt lang tegen dat ik daaruit ga. Alles wat, dat duurde vrij gênant ongemakkelijk lang, die go-car. En het beste van alles, dat draait heel productiebudget voor die show erdoor. Want het is bedoeld dat die go-car alle shows meeging. Overal mee. En het beste is, go-car. Op het einde van die show zegt hij dan tegen mij, goh ja, zullen we niet beter iedere show iets anders doen om op te komen? Dus wat dan die mens van die go-car al beloofd dat die go-car al 5 shows ging meegaan en dat dat goede promo voor die go-car ging zijn. Maar vooral het productioneel, ja, dat moest iedere keer van Oostende komen, dat spel. Hè. En dat is een voertuig, maar je mocht dat niet meer naar Oostende terugrijden. Je moet dat in een ander voertuig steken. Dus zwart, die fucking go-car was een hassle en kostte ons geld. En ik dacht, oké, weet je wat, voor de volgende show in Depot in Leuven fix ik wel iets voor u voorop te komen. Maar het tweede stukje informatie dat je nog moet weten vanavond is... Jelle is zondag jarig. Ja, en die is dat nu aan het ontdekken. Dus iedereen weet wel wat Jelle zijn favoriete dingen zijn. Hij is fan van Jommeke natuurlijk. Hij is fan van Romeinen onder andere. Dus hij dacht, wat kunnen we doen om hem te laten opkomen in stijl waar het hem toch wat ongemakkelijk gaat zijn, dat toch wat te lang gaat duren en ook potentieel een beetje gevaarlijk is. Dus we zullen zien hoe gemakkelijk dat is. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor een van mijn beste vrienden, een van de grappigste mensen in dit land, een hartelijk luid applaus voor Jelle de Beulen! Op het podium! Sander. Goedendag. Slechtste verjaardag ooit. 16 historische fouten in dit voertuig. Ja, weet je, als ik naar mijn productie stuur, wat dacht je van een Romeins draagbed? Gevoel als zweetpaal, als vormen van hoe de fuck gaan we dat doen? En dan schijn ik met, we hebben wat laurierbladen aan een bureaustoel gekleefd. Zo, ik ben geëmotioneerd, is veel gezegd. Maar je voelt iets. Ik voel iets, ja. Verwarring, pijn aan mijn hoofd van die rare kroon.
Ja, het is moeilijk om iets Romeins geteamd te doen. Allee, dat... Kijk, de Romeinen werden niet gedragen door optio's en centurions. Dat is al de eerste fout. Draagbed is geen draagstoel uit een parochiezaal. Dat is de tweede fout. Maar goed, qua gegeven paard ga ik het in de bek kijken. Dus, Het beste van alles, toen we naar beneden kwamen, dus je eet hierboven, en dat is een waanzinnig gevaarlijke trap al, zegt hij nog, herinner het me eigenlijk, dat hij zegt van, oh ja, eigenlijk heb ik zo wat hoogtevrees. En dacht, ah ja, dat stuk was ik vergeten. Want door zo twee techniekers van de zaal op een wankele stoel... Op die een al gedronken vorige... hadden ook, hè. Dus ik had echt gedacht van, die gaat sterven als dit dat podium opgesmeten wordt. Maar ik dacht vooral, het publiek gaat zitten, maar van, oh, dat is historisch niet correct, zo gênant, maar dat... Veel wel mee, had ik de indruk. Mensen hadden zoiets van, zijn wel mee. Oké. Okay. Ten eerste, gelukkige verjaardag. Pre-verjaardag. Dank je wel. Kon het niet fixen. Dus, Allee, ja. Was 27 is ook een mijlpaal uiteindelijk in je leven, hè. Kan je, we gaan zoiets zingen voor u, daar ontsnapt het niet aan. Maar ik dacht van ja, dit is, wat kunnen we doen dat verjaardag gerelateerd is of nog gênant kan zijn. En ik herinner mij de laatste keer dat ik u min of meer ongemakkelijk gemaakt heb met iets rond u, was een liveshow, ik denk 6 jaar geleden of zo, in de Vooruit. Is dat deze James the Musical aan het worden of wat? Wel, weet je nog die ene schoolvriend dat ik al 20 jaar niet meer gezien heb? Oh nee. Hier is hem, dames en heren. Zoals jij nu zingt, is het oké. Okay. De ene keer en dat is de laatste keer. Nee. Dus ik had getagd op Facebook in foto's dat gedacht van... Wat wil dat zeggen? Ah, jawel, ik ben mee. Jawel, ja, vertel die verhaal maar. Ja, dus je was iets Romeins gaan doen en hij werd een keer getagd op zijn Facebook dat hem totaal nooit op zit. Dus heel erg openbaar. Zeg je toch getagd in een 30-tal foto's. Dat was de live show. Ah, ja. Dus de foto van de live show dat we toen met Gilles en Jonas gedaan hebben. En toen hebben we een varia van foto's van u getoond. Ah, klopt, liggend in een Romeins lusthof KFC aan het eten, denk ik. Kijk, voilà. Het is goed dat boven mijn kruis gefotografeerd is. Want die aflevering heet Jelle de lakendrager. Maar ik was er vandaag op zoek gegaan naar die foto's. Ik vond die niet meer terug. Ik dacht, is goed. Damn. Ja. Maar dan heb ik heel goed naar Mark Zuckerberg zelf gebeld. Delete. Wel, dan heb ik nog meer doorgezocht. Ik heb anderen gevonden. Kijk, daar zit Jelle van achter. Met een laken over zijn hoofd. Nee. Maar was hij een soort van leidersfiguur in dat toneelstuk? Of hoe zit dat nu eigenlijk? Wat gebeurt daar? Ik speelde Ik ontken Aljus, speelde ik toen. Ja, maar dat volgende foto. Dat oh. Kijk, daar, kijk. Kwaad aan het oordeel. Ja. Maar ik heb... Wat mij... drink het uit een houten bekertje. Ja. Weinig mensen weten dat ik een tweeling, zelf een drielingbroer heb. Wacht, klik maar door. We hebben genoeg foto's van Jan. Oh, laat maar staan, dat is de beste. Dat is echt een goede foto. Kijk, ik zou kunnen zeggen dat ik toen meespeelde in een Italiaans-Franse co-productie over het Romeinse Rijk. Dat is een leugen natuurlijk. Dus ja, weet je, het zijn ook de minst erge foto's dat je van mij hebt, dus dat valt wel. Oh ja, die andere dat je daar zo ligt in een laken met een hoop mensen, die hadden wel een keer getoond. Maar ik dacht, dit had ik nog nooit gezien en dit is wel... Het is wel mooi, het is bijna Jezus. Ja. Op Romeinse Tinder zou je scoren met die foto. Wel 3 kinderen. Maar ja, gemiddelde leeftijdsspannen toen. Nog 5 jaar en je bent er vanaf. Ja, ze kregen een TBC waarschijnlijk. Ja, dus... Mijn scherm is hier, anders is dat heel raar. Hè? Ja, en hier gaat een nieuwe foto van gemaakt worden en dan heb ik het binnen 5 jaar weer vlaggen. Dus opa ziet een scherm, dit. En hoe maak je dat groter? Dat soort scherm is het ook niet. Ik wil die foto wel. Wauw. Amai. Een knappe vent ook. Narcissus, dames en heren. Hij bleef 6 weken in het depot zitten. Nee, maar kom, vooral zeg, vertel nog een keer wat dat exact was. Maar dat was niks. Maar... Ik was jong, nu ben ik 27, wat was ik toen in godsnaam? 20, ik weet het niet. Vertel gewoon wat dat was. Ik weet dat niet meer, maar dat was het festival in Nederlands Limburg. Semper Vie weet toen, ik kende de details niet meer, heette dat.
En ze hadden mij gevraagd van, wilt jij een gladiatorenwedstrijd voorzitten als... En houdt dat dan in dat je gewoon like, van een dier moet doen? Ja, maar ik dacht dat ze mensen echt gingen neersteken, maar dat viel tegen eigenlijk. Dat ze mij houdt, ze slaan, ze doen zo alsof dat ze een beetje worldwide... Ga me niet wijsmaken dat je dat niet geamuseerd hebt. Wat is het coole antwoord hierop? Voor ons publiek is zo wat verkleden niet het meest rare aller tijden, denk ik, toch? Nee, dat was, weet je, dat was leuk. Dat was gewoon leuk. Ik was jong en knap, zie ik op de foto. Nee, dat is een mooie herinnering. En je hebt dat een beetje verkloot met die rare stoel nu, maar voor de rest... Nee, de stoel even het hebben gedaan. dat is echt zeer. Maar ik durf al eens richting Nuitingen te gaan. En dat was daar een gefotografeerd... het was van? Wel... Ik heb twee giften voor u. Eén daarvan is onzichtbaar, omdat ik het niet kan produceren. Dat ik onzichtbaar kan worden. Die macht hebben zat ik hier niet vanavond. Of misschien wel. Oh. Wie zit er hier? Oeh. De gasten zijn hier al. Nee, amai, Matthias Schoenaerts, alles goed? Niet aanwezig in België, zoals we hem kennen. Misschien belediging, dat is een feit eigenlijk. Nee. Er is een nieuwe editie die doorgaat op 14, 15 en 16 juni. Maar je hebt het zelf opgezocht, je lul, en je vraagt me er dan over. Ja, natuurlijk. Ja, dat is nog de beste. Doen andere talkshow... Nee, ik ging Gert Verhulst zeggen, maar dat slaat al nergens op. Die zou die research niet gedaan hebben. Was het in Romane? Nee. Dus... Dat interesseert de mensen toch niet? U zo verkleden, is dat echt nodig? Ja, jongen. Nee, er is een nieuwe editie van dat ding op 13, 14 en 15 juni. Jij en ik gaan daar samen naartoe. Ik vraag me af hoe je eruit ziet in iets dat niet zwart is. Ik denk dat je gewoon een dakloze met TBC gaat zijn of zo. In het rolspel. Ja. Welke rol ze mij ook geven. Ik weet niet, een verkrachte slaaf of zo. Iedere verkrachte slaaf eindigt ook als een gladiator uiteindelijk. Voilà, uiteindelijk. Nee, we gaan daar samen naartoe. Dat is slecht, en ik commit volledig bij alles wat je wilt. Hoe goed is het? Voilà. Ik heb nog een ander ding ook. Ik ga het even oprollen en dan ook weer afrollen. Ja, om te tonen. Maar ik stel voor dat we zo al langzaamaan het meest gecopyrighte nummer in de wereld beginnen samen zingen. Namelijk Happy Birthday. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jelle. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Nog een keer hip, hip, hip. Hoera! Wat een malei. Jezus, tanden. Dames en heren, het is een taart met Jobbeke als Romein. Het beste van twee werelden gecombineerd. Maar je moet stoppen met mij goede cadeaus te geven, Xander. Dus... Ja, maar deze kun je niet houden, hoor. Dit is niet voor in de kast te zetten voor een paar jaar. Denk dat wel. Tenzij dat je die... Ja, ik was aan het timen, maar ze hebben het sparkelke niet aangekregen. Hé? Heeft er iemand een briquet? Ja, maar er is één, maar ja... Ik ga nu al twee dingen zeggen, omdat ik je nooit vertel... Wat een kutverjaardag, het sparkelke versie! Oh, ik wou dat ik dood was. Nee, dat is niet. Wacht, er is al een briquet. Ah, hoogtes, hè. Waar is hem gevallen? Was dat zo groot? Waar is hem? Ja, maar je moet u niet recht zetten, zo. Ja. Oh, je weet al dat... Triestigste verjaardag ooit. Dat kan uw kruk niet, hè? Zie je dat je pul niet brandsteekt? Dat gaat niet. Haal de stoel! Applaus voor mij en mijn degelijkheid. Allee, pas op. Wat is het, de schrik? Eén keer schrik dat je het heel rap gaat kapot gemaakt, maar twee, er zitten ook tandenstokers in en je gaat echt dood zijn als je de muis raars bent. Ja. Dus... Ze moeten nu drie kwartier staan met dat spel. Nee, zeg gewoon heel erg anti-Jelle de Beulen. Zet die maar weer neer in uw stoel. Okay. En we gaan die taart straks nasnijden na de show. Okay. Applaus voor de taart, dames en heren. Zo'n sparkel wordt toch potentieel gevaarlijker als hem krom is, vind ik. Dat is zo... Fucking hell.
vind het dank schoon. Je, maar Alexander, ik ben uw vriendschap niet waardig. Oké, uw management heeft dat betaald, dat weet ik wel. Dat gaat van onze... En ik had dat van onze prijs nu, hè. Ik heb van de week een mail gekregen van uw management. Ja, je gaat wel betaald worden, maar eerst gaat de kost van het licht eraf, de kost van dat eraf, dat kost... En nu gaat die kost van die taart van €70 er ook nog een keer af. Dus kan je niks krijgen. Ten eerste, je zit mijn zak betaald. Oh. En, met een vriend, dames en heren. En ten tweede, mijn lief had het gevonden, dus wanneer... Fantastisch gedaan. Ja, hij moet straks volledig kapot maken, maar nu nog niet. Maar er is nog een mooie foto mee nemen, zodat dat meisje niet denkt... Dat maar gewoon die 4 en die 3 omwisselen, dat is het enige dat ik vraag. Allee. Jee, taart! Voilà. Nu hebben we alle ongemakkelijkheid uit ons systeem gekregen. Gasten, wat denkt u? Ja, en qua cliffhanger voor de show, ik heb een briquet gekregen. Van wie is hem eigenlijk? Weet het al niet meer van wie dat hem is. Ah nee, van jullie gekregen. En dus vandaar. Er is nu 500 man die nee schikt. Het is van het management, we geven hem terug of het is €3,5 minder dat we verdienen. Goed. Ah ja, er is een wissel nodig. Hè. Hij moet dan een uiterste stoel gaan zitten, zeker. Ja. Ja. Ik kijk weer heel lang naar mijn ogen. Waar is mijn draagstoel? Ik stel je voor iedere afstand dat we dat spel bovenaan. Dames en heren, het zou geen Mosselmaal 2 zijn zonder extra gasten. We hebben 2 geweldige gasten vandaag. We zijn gaan rommelen in de A-schuif. En rommel hebben we gevonden in de A-schuif. Dames en heren, onze eerste gast is een van mijn favoriete comedians in Vlaanderen. Hij is nog steeds de huidige presentator van de dag van vandaag op 1. Mag ik een davend applaus voor Bart Kala! We gaan me daar wel al van eten, hè, Jelle. Zeker wel. Dat gaat van budget. Dat gaat van budget, Bart. Hallo. Ik kan niet aan hoeveel karkens dan er tijdens die liveshows. Dat is datzelfde karken van Kamal zijn wapen trouwens van de vorige show. Dus ze maken speciaal een draagstoel voor mij en Bart komt op mijn karken met een taart. Ha, 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 ha. Dat is schet, ja. Dat lag aan uw gat, hè. 3 weken geleden stonden we in Zeelen en Kamal stond een dag na ons in die zaal en Jelle heeft zijn zak in het glas van Kamal gestoken. En dat stond ook op zo'n karken, dus ik denk dat we Kamal zijn karken gepikt hebben. En dames en heren... Ik kan ook mijn piemel in Bart zijn glas. Achteraf stuurde mij iemand ook zo een beetje op van oh, blijkbaar past die piemel in een glas. En denk ik, ja, nu we niet. Dat was niet die longdrink, hè. Dat was zo'n... Was zo'n Geneverglaasje. Nee, dat was echt een goede confituurpot van een glas. Oh, dat is echt eens... En ik kan nog over, hè. Nee, wacht, nee. Net niet. Nee. Ja, piemel over. Nee, omgekeerd. Grote Piet. Nee, maar ik wil wel... Nee, wacht. Nee, natuurlijk niet. Ik ben zelf 1,30 meter, was ook ik een grote Piet heb. Het glas... Voor alle duidelijkheid, mochten er mensen medisch-wetenschappelijk geïnteresseerd zijn, mijn scrotum zat er niet bij. Ah, maar omdat hij zei, het waren niet zijn ballen. Nee. Maar hij heeft alles erbij gestoken. Dat is niet waar, dat weet ik niet. Weet je, het was koud in die zaal, Jesus. Ik kan wel echt zeggen... Echt waar. Ik heb nog nooit een glas gezien achter dat er een zak en een piet hebben. Dat was wel interessant. En dat was wel interessant. Ik kon eigenlijk de wegenkaart van zijn aders en zijn zak lezen op dat glas. Maar dat is omdat ik was 8 jaar en die zeiden, je hebt een spata, dat je, ik heb dat nooit naar laten kijken. Worden alle dingen versterkt, dat wij zeggen? Opgenomen zelfs. Zat er al iets in het glas? Nee, maar Kamal ging dan de volgende dag water of iets anders uit drinken. Ik heb ooit... Nee, ik had het zeker niet. Bevriezen. We gaan even alsof er geen... Jij die je piemel bovenhaalt, gerelateerd verhaal van staat dat eraan. Bevriezen fluisje, even.
Maar we hebben nog één stoel over en dat is lullig dat hij daar gewoon anders blijft staan. Dames en heren, onze laatste gast vanavond en onze vierde gast van de avond. Hij is nog steeds de presentator van de Allerslimste Mens ter Wereld en de regisseur van de grootste film in Vlaanderen, Erik van Loon! Dat zie ik niet goed komen. Je bent 60, Erik. Ik weet het. Zeg, Erik, hoe hebben ze uit die rolstoel op dat karretje gekregen? Dat vraag ik me. Ik begrijp het niet. Krijg geen fucking karretje meer, zie je nu? Nu heb je een reetafdruk op dat karretje. Dat is een kabalse dinertafel. Voilà. Mag ik Flip al hebben? Ja. Of... Zeg, hij Flip al aan het opeten? Nee. Is dat ja, wat, doe maar. Ja, dan moet je hem opeten. Hè. Wat heb je nu weer gedaan? Ik heb wel nog geen foto A te laten. Pas op, staat er geen... Heel triestig. Hemel, Flip onthoofd. Flip. En dan lost Gobelin dat wel op en dan krijgt iedereen... Erik van Looy is hier. Jij zit over een papagaas op de kop bezig. Echt waar. Ken nee. Dus voordat jij een penis-gerelateerd verhaal vertelt... De heb je penis al ergens gestoken, Erik. Glasvormig dan, bijvoorbeeld. Sorry, wat zei je? We hebben het net gehad over dat Jelle zijn penis in een glas heeft gestoken. Want Kamal Karmash nog moest hij drinken de dag erna. Dus, en Bart ging daar naadloos een draadje aan bouwen naar iets anders. Ja. Ah, oh, maar ja. Ik heb een penis. Oh. Oh, doe maar. Je hebt een penis? Ja, je hebt een penis of een penis? Ja, je hebt de grootste. Doe ik hem maar eerst. Ja. Erik. Hier gaan we. Ik ga de naam durf ik niet zeggen, maar ik heb ooit op een soort feest van VTM... Davy Parmentier. waar iemand zijn dranken op zo'n hoog tafeltje liet staan. Heel even de balkjes. Heel even. Echt? En dan teruggezet. En dan 3 dagen niet bijgekomen van het lachen, want die heeft dan... En het is zo dat Showbiz Bart eet gekregen heeft. Maar ik was jong, hè. Ik was jong en zo, hè. Ja. Mogen we toch... Nee, dat ga echt niet. We knippen niet. Dat eruit. Ja. Mogen we een naam of ergens... VTM-figuur. VTM-figuur, mannelijk. Mannelijk? Maar je zegt... Ja, maar ik ga de naam niet zelfs. Ik had niet moeten vertellen. Nee, maar goed, heb ik het nooit. Maar straks misschien, als de sfeer... Straks misschien, straks. Als de sfeer goed zit. Wie hoopt dat Koen Wouters was? Ja, Chris, ja. Chris. Je zit hier waarschijnlijk vanavond. Het was ja. Kik. Oh. Geraakt het erover, Erik, dan? Dus het probleem... Zien jullie dat? Er is het probleem met mijn oog. Ja, dat zien we, Erik. Ja, jullie wel, maar misschien het publiek. Ja, ik wil nu meteen over je smerig oog beginnen. Maar ja, absoluut. Ja, het is echt... Je hebt zijn piemel daarin gestoken. Nee. Nee, ik heb een ontsteking om mijn oog. Van wat eigenlijk? van mezelf te schminken. Oh, echt waar? Wel, je kunt natuurlijk... Ja, elke keer als ik buiten kom... Met wat? Zeker in sociale context. Met wat? Met kak? Heb je echt Nee, maar het is toch zo, als je buiten komt, heel veel selfies. Maar die selfies vinden zich een weg naar het internet. Dus ik kan eigenlijk niet meer buiten komen zonder mezelf te schminken. Want anders staan al die foto's zonder schmink. Dus ik heb geleerd om mezelf te schminken. Echt? Wauw. Huh? Ja, wacht. Dus... Maar is dat het verhaal dat je thuis vertelt, Erik? Ja. Nee, maar ik kan dat dus niet goed. En ik doe dan te veel of te weinig wrijven in mijn ogen. En nu heb ik hem ontstoken. Te weinig was het niet, denk ik. Nee, waarschijnlijk. Ja. En dan is er... ontstoken van te weinig schmink. Ja. Dus je zei, je beginnen schminken voor de echte wereld. Maar als je naar de supermarkt gaat... Nee, dat niet. Maar bedoel, maar gewoon als je naar een feest gaat of naar een discotheek of zo. Hè, want ja, ik kom vaak naar een discotheek. Ja. Ben er ook portier en zo. Ja. Maar nee. Dus gaat zo wel Trump oranje beginnen worden aan de tijd, omdat je gewoon je kleuren niet onder controle hebt. Ja, nee, maar ik kan het wel, maar ik heb gewoon overdreven. En met wat je geschminkt met virale... Ik heb er een zalfje voor. En met wat je geschminkt met virale infectie van Lancôme. Van Lancôme. Dus, het probleem, en dat is het probleem eigenlijk, ik heb ook iets kleins, toevallig naast mijn scrotum. Met zo'n soort gezwelletje. Ja. Uh-huh. Ja. Bart, jouw verhaal. Een fibroom. Okay. Een fibroom, ja.
En daar had ik een ander zalfje voor. En ik heb me deze morgen van zalf vergist. Wat is dat, Dactara? Wat is dat? Dactara. Dactacor. Ah, oeh, dat ken ik niet. Ja, Dactacort, Dactalang. Enfin, deze is voor het... Dat stond, op die doosje stond op voor het oog, voor naast het scrotum. Maar je kon niks meer lezen met dat oog? Ik kon niet meer goed lezen. En de doosje had ik weggegooid. En ik was het vergeten. Dus ja, nu heb ik een soa op mijn ogen. Nee, geen soa. Het was iets... ja, fibroom. Maar ik ben dat bekijden eens. Als je bejaarden uitnodigt, dan begin je ze uit te wijden over een ziekte. Ik heb heel veel pijn in mijn rug. Ja. Ik had niet, niet verwacht dat je ging openen, maar ik heb zakzalf in mijn oog gevreven. Maar dat is wel een... Wat? Nee, ja, dat maak ik heel veel in Amsterdam werken. Dat is altijd zo 3 uur rijden en dat heb ik in mijn rug. Maar ik ben nu vanmorgen naar Amsterdam gereden. Enfin, iemand heeft mij gereden. Steffi Vertriest, die je misschien kent van Jam TV, die wou eens mee gaan kijken naar Beste Kijkers. Enfin, te veel informatie. En dan nog teruggereden en van 4 uur van Amsterdam naar Leuven gereden. Dus ik heb al 6 uur en een half in de auto gezet. En ik heb nu pijn in mijn rug. En om mijn oog. En om mijn zak. Medicament. Maar kijk naar mij. Allee, ik denk dat je naar mij kijkt, want het is moeilijk momenteel. Maar... Alsof ik er iets kan aan doen, Erik. Ik, nee, wil je dat je zelf aanbrengt straks? Ja. Nee. Goed, over wat gaan we hier? Ja, maar... We hadden een bejaarde uitgenodigd over zijn medicijn, over zijn rug. Dus dat soort gesprekken gaan we over kwalen. Maar kwalen, ja, daar zijn we lang bezig. Ja. Nee. Heb je nog kwaaltjes, Erik? Ja, ik ben 3 keer gestikt het afgelopen jaar. Maar echt, hè? Op restaurant. Allee, 1 keer op straat. 1 keer met een vader, je ziet er niet goed uit. Schminkt u ergens? Nee, maar ja. Maar hoezo op straat? Ja, 1 keer op straat. Er is een probleem met mijn... als ik eet, mijn holken, ik krijg daar niet meer alles door. Wat is welk holken? Boven en onder, maar welke verwisselt bij je? Je bovenholken. Keelholken, hè? Ja. Keelholken, ah ja. Maar dat is vroeger. Ja. De keel gelijk dan. Ik wist dat je de medische term ging gebruiken. Keelholken. Ja. Dokter, ik heb een probleem met holken. Ja. Ja, maar ja, meneer. Nee, maar gelachen, maar ik kan niet meer alleen gaan eten. Dus 2 keer moet de Heimlich moeten toepassen. Maar Heimlich, ja, dat ik eet is van vlees en dat begint... Steek vast. En dat is... Dat vroeger was je voelt het zich vast en je kunt, ja, je kunt niet meer ademen. Hè. Maar hoe komt dat? Was je holken kleiner? Ja, het is onderzocht en ze vinden het niet. Ah, oké. Okay, maar het is een soort holkesverkleining. En er zijn wel mensen die me intussen... Want ik heb nu al nog wel eens ergens gezegd en die me nu al gemaild hebben van... Ja, ik ken het probleem. Ah, ja, okay. Daar en daar. En, maar zwart, dus jij eet enkel maar vloeibare voeding? Ja, ik eet veel meer puree nu dan frieten. Omdat we frieten kunnen ook hebben. En als ik aankom in een restaurant, vraag ik van, kunt u de Heimlich? Je kunt het al snijden voor mij, alsjeblieft. Ja, maar vooral ja, als veel mensen, alle jonge mensen, kennen die een term niet of zo. En dan is dat... En je hebt dat echt al moeten doen bij u? Ja, 1 keer op een eerste date. Ja, geen vrouw die mij... Het is Heimlich, het is oké. Okay. Terug naar mijn cursus, Erik. Was dat ook meteen de laatste date, Erik? Dat was inderdaad ook de laatste date. Ja. Ja. En dan 1 keer onlangs met een groep vrienden dat ik ze gaan eten. En dat, maar heftig wel. Ja. En dan kreeg ik zo duw dan zo van, ja, en dan, of zo aan de overkant. En dan zeg je dus, Heimlich. Ja, Heimlich. Ja. Maar ja, just. Jullie kennen toch de Heimlich, hè? Oké, okay, dat is goed. Kan er iemand dat? Wie kan dat? Wie kan er? Daar ginder. Dat is niemand die het wil doen. Ja. Het is gewoon iemand die wil aanraken. Maar dat is toch gewoon... Dat is toch gewoon langs achter je dat. En dan springt er van alles uit. En dan, Ik denk dat Fokke daarbij was. Klopt. Fokke zat over mij, Fokke van der Meulen. Ja, dus je wordt zeker die geholpen dan. Totaal niet wat hij moest doen. Natuurlijk, die zijn reflex bij alles dat misloopt. Is gewoon met zijn arm in de lucht staan en zeggen... Hola! Hola! Totdat iemand hem begrijpt. Ja, dat was inderdaad zo. Ja. Maar hij zei inderdaad van... Ik heb dat nog nooit gezien als iemand... Stikt. En ook het gezelschap reageert er eerst op met een soort van... Ja, waarschijnlijk. Totdat je moet duidelijk maken van... Nee, echt. Maar hij had het wel door. Vond het angstaanjagend. Uw kleur die veranderde misschien al. Ja, ze zag echt dat ik een stikje... Ik bedoel, je stond recht in een vol restaurant. En dan... Ja, dat is niet leuk. Ja. Dus je hebt afgelopen jaar al 3 bijna doodservaringen gehad. 3 bijna doodservaringen, ja. Allee, je bent ook een keer bijna verdronken en fris, die ik. Wacht, in een glas of in een bad? Of? Nee. Als je,
Als je water in je longen krijgt, verdrinkt je. Ja. En ik ben ook bijna verdronken in Fristie. Dat was een heel kinderachtig verhaal, maar daarom vertel ik het ook graag. Was het vorige week? Nee. We waren met Neveneffect een jaar geleden naar Spel zonder Grenzen aan het kijken. Ik weet ook niet waarom. En waar zo een vrouw moest een vent in haar rug dragen en ik denk dat Lieve zei van haha, die is die zeker aan het pakken. En omdat ik heel puberaal en dom ben, moest ik daarmee lachen. Haha. En ik was een Fristie aan het drinken, ook omdat ik kinderachtig ben. En toen ben ik... door het lachen, in plaats van normaal, als je eet of drinkt, ik weet niet of je dat weet, moet dat via je keelgat in je maag komen. Dat is niet keelholken. Via de keelanus moet dat in je... In uw eetzak terechtkomen. In de eetzak. Maar het was per ongeluk via mijn ademvagina en mijn longen komen. En dat is niet goed. En dan zit er echt zo te lachen met haha, die man heeft die verkracht. Maar je zit met Fristie. Je bent niet op je doodsprentje gestorven door verdrinking met Fristie. Dus dat wilde vermijden. Maar ze zo. En dan heeft Lieven, die de mop ook maken, dus mijn leven ook moest redden, mij gered door gewoon zijn wijsvinger tegen mijn ruggengraat achterpenis te duwen. Hoe echt? Ja, gewoon door zo. En die zijn er dan terug uitgekomen? Of ben je dat niet dan... Dat is in mijn eetvoorpoep gekomen. Ja, ja, ja. Amai, chance dat we die woorden hadden, want die anekdote was vrij flauw. Ik was wel benieuwd waar dit naartoe ging. Vanaf dat je zei, toen heeft Lieven dit gedaan, dacht, waar gaat die vinger naartoe, in godsnaam? Die was in mijn benedenkeel gestoken, eigenlijk. Okay, dan ben ik benieuwd. Bart Kannaerts, bijna doodservaring ooit gehad? Nee, denk ik. Echt niet? Is dat zo? Je moet die erna hebben gehad? Ik heb er 8 of 9. Ja. Maar dat is van deze week nog maar. Dus. Ja, dat is... Nee, 8 of 9. Nee, denk ik. Of een volledig doodervaring, man. Nee, denk ik. Zijn je zo'n voorzichtige man? Maar heb jij dat al wel gehad? Ik ben in de lagere school ook al bijna een keer gestikt. En ik heb ook heimelijk gehad. Dat is een verwaarlozing. Ja. Ah, wel. Ik verjaar, ik mag alles zeggen. Dat was toevallig die ene week dat mijn moeder mij wel eten had meegegeven. Oeh, vast voedsel. Ik had al zo lang niet meer gekauwd. Ik had al zo lang niet meer gekauwd. Wat? Geen flesje regenwater? Flesje regenwater. Dat was niet eens een fles. Lange zomers. Nee, gewoon... tijdens de lunchpauze eten en moeten lachen. En is dat in de lichtpijp gaat, dat zo duidelijk te maken van het is niet meer om te lachen, ik ben echt aan het stikken. En wie heeft u dan de heimlich... Een creepy concierge, denk ik, of zo. Van... Denk ook dat hij wou helpen. Standaard bij iedereen heimlich, denk ik. Die preventief, snel dat gestikt. Die zag zijn kans op een kind beter grabbelen, die ging ervoor. Wat is dan de engste, Erik, dat u het had? Is stikken iets te engst gehad? Stikken, verdrinken twee keer, ja. Twee keer? Ja, ik ben al oud, hè, dat maakt er meer mee. Hè. Ja, ik dook onder een pedalo. Een pedalo ook in, hè. Ja? Ja. Wat de... Ik dook onder de pedalo. Zo beginnen de meeste... Ik wou voor mijn opkomst de pedalo, maar niks gekregen. Hè. Ja. Nee, maar ik dus mijn ogen niet open doen om te zien. Dus ik dacht, ik zwem gewoon zo. Maar ik was van richting... Die richting zat fout. Dus ik kwam naar boven en bonk tegen die pedalo. Maar ik had niet boven water. Hè. Dus ja, dan ben ik bijna verdronken. En hoe oud was het toen? Toen was ik 12 of zo, denk ik. Ah, okay. Ik dacht echt, omdat je zei, ik ben al oud, dat zo op je 45 onder een pedalo gedoken was. Nee, dat was als kind pedalo duiken. Heel gevaarlijk, niet doen. En de andere verdrinking? De andere verdrinking? Ja, dat was voor Windkracht 10. Ah, ja, dat is we gingen oefenen in een soort dompelbad. Een helikopter, een soort geraamte van die helikopter, ging onder water in een bad, dompelbad. Ja. En er zaten alle acteurs in en ik moest dat regisseren. Maar er was één acteur die het niet durfde of die heel veel last had met het draaien van die scène. En ik zeg, ik zal mee in die helikopter gaan, die onder water gaan. Het wordt toch direct omhoog, hydraulisch werd het dan omhoog. Yes. En hij zei, ja, dat is goed, dat gaf dan vertrouwen. Maar die helikopter ging naar beneden. Die helikopter ging naar beneden, maar er ging iets fout. Die ging niet naar boven, er was iets hydraulisch fout.
Dus ik zat er, maar ze hadden gezegd van ja, we komen nu protect naar boven. Dus je wacht gewoon tot hij naar boven gaat, maar je blijft wachten. En ik deed mijn ogen weer niet open. En intussen, ja, het liep dus fout. Dus die redders, er waren wel redders, maar die waren allemaal die acteurs eruit aan het redden. Omdat een regisseur kunnen vervangen, een acteur, heel moeilijk. Ja. Oh, dus dat ding liep vol water ook? Dat liep vol water, ja, maar ik was gewoon... Nee, het was en ondertussen gewoon... Andrea Kronenberg zat een pedalo boven u. Ja. Ja. Scramble, weet je dat? Ja, scramble, hè. Scramble. En dan net op tijd, ja, heel er, zo'n duiker die mij eruit haalde. Omdat ik zat gerustig te wachten, ik dacht, ik wel naar boven. Maar ja, mijn duur... Na een kwartier ging het wel moeilijk. Ik wacht ja, wel af. Dat was, ah ja, en dan mijn accident natuurlijk, met de camionnen. Maar ik, nee. Accent met een camion, nee, denk ik. Ja, ik had een keer een sportwagen, MX-5 Mazda, in mijn Johnny-periode. Er zijn wel mensen die zeggen dat die nog niet gedaan is, maar dat was... Maar, en ik, ja, ik, hoe noemt dat, slipte met mijn sportwagen. En die ging dan tussen allerlei auto's door, vlak van de Kruijbeekstunnel zo. En dan zag ik een camion afkomen, maar ik had mijn gordel niet aan. Dus ik zag dat hem onder die laadbak van die camion schoot. Dus ik deed zo, hè, omdat ik had mijn gordel niet aan. Dus ik gleed onder die laadbak van die camion. En dan wordt die gorten vooral. Ja, vaag. Ja, ja, ja. Ja, vaag was het voor mij ook. Ja. Dus je nee, nee, leven is gered doordat, omdat je geen gordel aan had? Ja, geen gordel en dan weggedoken. En dan zo, ja, ik richt echt 10 seconden, denk je, ja, dat is gebeurd. Oh, ja, dat is gebeurd. Ja. En daardoor door het je story of the catchphrase, dames en heren. Nee, maar dan, ja, ik dat is kon zeker gewoon... dat ik een alien ben. Niemand? Nee. Ja. Jammer. Nee, maar ik kon gewoon uitstappen. Die auto was in Fruit, zoals ze in Antwerpen zeggen. Ja, maar ik stapte gewoon uit en ja, was in shock. En dan stapte die... Camionchauffeur? Ja, camionchauffeur, inderdaad. Ik snap niet goed. Ah ja, ik weet wel waarom ik mijn woorden niet vind. Ben je kratom? Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan dat subiet aanspreken, wat, ja, subiet, wat ja. Voor raar witte neushoornpoeder dat hij backstage gepakt ja, heeft. Absoluut, ja, absoluut. Nee, die camionchauffeur stapte uit en die zegt, ik weet waarom... een Belgische Spanjaard en zei, ik weet waarom jij nog leeft. Mijn naam is Jezus. Het is juist, dat verhaal ken ik wel, jawel. Dat is geen mop, hè, maar het is gewoon echt gebeurd. Maar je zei echt, dat zou een film van jezelf kunnen zijn, dat jij je plat legt in je sportwagen en daar min of meer onder. Dus je gaat in die fractie van een seconde wel de tegenwoordigheid van geest van, ik moet mij plat leggen. Ja, anders word ik, ja, ik zag die camion komen, hè. Maar ik dacht ofwel eens tegen de camion, ofwel onder die laad. En die paste er ja, precies. Allee, niet, weet je, dat fris die verhaal was straf, maar dit vind ik ook filmwaardig, hoor. Straf. De Fristy Drowning. Ja. In de film van het verhaal van Erik van Looy zit er een Fast and the Furious-achtige scène. Inderdaad, ja. Erik van Looy drift. Ja. En ook een heel spectaculaire scène waarin ik duik onder een pedal. Ja. Nee, dat is zo al, wat denk... Je hebt al een musical gehad, hè, van James. Ja, is dat accident erin verwerkt? Nee, dat staat er niet in. James. Is dat gênant om dat te doen, die musical? Die musical? Is dat gênant? Of is dat... Ja, was plezant, maar ik was toen... En moet je verplicht wenen, staat dat in het contract? Nee. Op minuut 30,35 moet je wenen? Nee, ik heb niet gehuild. Heb je niet gehuild? Nee, monster. Nee, maar vandaag... Ja, maar ik was toen wat depressief die dag. Dat was moeilijk. Ah, ja. Goed, maar ja, dat kan ik nu niet over vertellen. Nee. Ja. Ik heb hier al meer gehuild dan daar, maar doe dat oog dat gefecteerd is vooral. Precies, maar half geëmotioneerd. Ja, dat één ook. Ja, dat oog, man. Ik hoop dat het beter gaat. Ja. Is er al 1 jaar geweest dat je niets aan je oog had? Ik heb het gevoel dat ik je al 3 jaar op een rij dingen met je oog zie doen. Ja, absoluut, ja. Maar dat is wel een geslachtsziekte ook, hè? Trouwens, ik sta daar mijn dingen bij, hè. Maar, dat is wel beter, kan het wel rusten. Dat is eigenlijk wel beter, ja. Blijf beter, minder aanslag op je ogen. Dan kun je dat toedoen, de andere oog. Wat? Dan kun je dat toedoen. Wat anders? Nee. Dit? Wel, dat is nu... Ja, het is goed. Maar goed, die mensen hebben betaald voor een volledige... Ja. Ik wil niet... Dat je zo'n soort van piraat cosplay altijd aan de hand hebt, eigenlijk. Ja. Ja, is zo'n kijk. Nee, ik dacht dat er nog ooglapjes waren. Misschien nee, ik had niet tegen mijn buik gekeken. Nee, dat zou ik nooit doen. Ik ben echt een... ik ben niet meer zo... Zijn je zelf bewust over je lichaam nu? Ja, je zit gewoon in mijn buik te kijken. Of in mijn scrotum. Nee. Allee, je ging in je binnenzak en dacht, er is al zoveel uit die vest gekomen vandaag. Ja. Diverse zalven en ooglap. Misschien had er nog een suppositoire boven of zo'n biet. Labello. Ja. Niet in je oog, Erik. Echt, Erik van Looy. Iemand? Ja. Erik zijn kostuum, ze lijkt de sacoche van een oude madame. Er komt
Er zijn al wat suikertjes en wat welkens van de bar gepikt er gist. Ja. Nee, ik was niet naar hun buik aan het kijken. Ik ben niet zo... Nee, heb... Zijn je zelf bewust over je lichaam? Wel, zijn wel wat verdekt wel, hè. Top. Ja, maar iedereen zegt dat ze zo mager, maar ik ben nu... Ik heb zo precies een buikje van iets... ik weet ook niet van wat. Van het eten waarschijnlijk. Maar, ja, vaak. Taal, maar... misschien met die puree nu. Maar je... Dat komt harder binnen, hè. Dan frieten, hè. Je moet heel veel dingen gepureerd eten nu. Ja? Dat komt harder binnen, denk ik. Maar op je hart zei je alles gepureerd eten. Ja, die stik op waver, hij was goed, maar gepureerd was een ander verhaal. Ja, okay. Ja, Jelle telt niet, want Jelle wordt niet ouder. Dat is... Ik wil wel, denk ik. Zit gewoon, dus... heb de, ik heb de wilskracht om anderhalf uur met een buik in te trekken. Als je dat loslaat, mensen gaan wat zien. Maar dat is niet waar. Allee, die foto dat ik daarnet laten zien heb, was 2017, dus dat waren zo'n 6 jaar jonger. Die ziet er nog exact hetzelfde uit. Prachtige foto trouwens. Dat is niet wat, ik ben verliefd geworden op mijzelf daar. Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, mooie foto. Ja. Zie ik hier zeg. Dat zijn toch posters waard? Ja. Dat zou een film waard zijn. 20 jaar geleden zat dat in de Joepie. Wat? De Romeinse Joepie zit dat gestaan hebben. De Joepies. De Joepies. Maar hij wordt niet ouder. En ik was recent nog iets van Willy's en Mariette aan het bekijken. Hij ziet er altijd exact hetzelfde uit. Er ligt daar eens een schilderij op zonder jongen. Dat is een kroon dat veel verjongt wel. Een kanarts, ça va. Uw haar wordt korter. Ja, maar... kanarts, prachtige man. Maar je hebt een mooie zo'n anticyclonale met een baard die grijs is. Hier zo, hè? Ja, dat is mooi. Nee, aan de andere kant. Hier, ja, daar. Ja, want ik ben aan de spiegel. Ja. Tom, was... Zeg het maar, ik probeer de aandacht van mezelf weg te houden. Nee, dank je. Maar inderdaad, ik word mooi oud. Ja, ja mooi man. Erik, je hebt echt geen probleem met gewoon mannen mooi te noemen. Hè? Niet dat problematisch is, maar je doet dat vaak. Is doe dat vaak, ja. Ja. Ook, je hebt echt al de slimste mens gegijzeld door 10 minuten te geilen op een man. Mark-Marie Huibrecht is dat nogal echt. Nee, ik kan echt genieten van een mooie man. Ja. Nee, dat het een Guga was het dit seizoen, hè? Wat lief? Guga was het dit seizoen. Guga, my man. Boeva? Guga, ja. Ah. Boeva. Guga. De 1,65 geilheid. Ah, Boeva, zei hij. Nee, Guga. Guga. Dat Guga, oké. Okay. Ja. Guga. Nee, ja, wie was het nog dit jaar? Was er nog iemand? M.A. Kleis. Sorry, maar weet u dat allemaal? Ja, ik zie dat graag. Enfin, soms denk ik van, ja, maar ja, schat, dat al, ja. Voilà. Nee, en er zijn dus wel mensen die zich soms afvragen van ja, bedoel, dat is toch, ik heb zoveel manieren van iemand die op mannen valt. Ja, ook zo nou, vrouwelijk en soft en sorry, dat is niet de per se. Ja. Is er nog een onderwerp? We waren bij mannen die je aantrekkelijk vindt en we blijven daar nog 10 minuten bij. Ja, nee, Steve McQueen, Paul Newman, Tom Cruise. Ah, je zit daar, ja. Was het ook niet, of dan ben ik het alleen, die basket doet, Jean-Marc. Jean-Marc Mema. Man. Ja. Ja. Nee. Maar dat verstaan ik, dat verstaan ik wel. Man. En zo vriendelijk. En slim. Ik heb dat ook met Aster en zijn maan. Heb ik dat ook. Ik vind echt een hele knappe Charles. Dat is moeilijk, omdat die zijn verein is ook heel mooi. Mond willen, waarschijnlijk. Nee, ik heb die Jean-Marc ook ontmoet en dacht, oké, je kunt mij krijgen. Ja, jij mocht mij echt opheffen en door een weiland dragen. Om dan de liefde mij te bedrijven op een deken. Ja. Wel op een deken. Want en stel nu dat Jean-Marc zegt van, oké, je mocht mij doen, maar je moet wel Erik van Looy erbij pakken. Ah, wel, Erik, als je oog genezen is, ja. Ik ging zeggen, als ik niet in je oog moet kijken, Erik, dat doet alles mee. Kijk in mijn ogen, slit. Nee. Was dat luid op weer? Dat kan dat allemaal... Ik had dat ook een beetje toen ik Johnny Depp op Graspop gezien heb. Die zit er nu echt wel als een dakloze man uit die alle sjaals van de wereld heeft gestolen. Ja. Dus die man vindt de sjaal en hij doet hem aan, ook al heeft hij er al 30 aan. Maar dat was wel interessant om te zien. Ik heb dat al vaak verteld, maar die stond er eigenlijk met een veredelde coverband. Mm. Eigenlijk meer is dat niet. En dat was wel interessant om alle mannen kwaad van het podium te zien weggaan. En alle vrouwen massaal naar voren. En mannen te zien hijsen aan de toog van Graspop. Achter hen zien kijken van, zo knap is het niet. Zo knap is het niet. Omdat je wel wist, als die gewoon wijst naar iemand, heeft hij die mee. En ik was ook mee. Alleen al voor het verhaal. Met dat kakker in zijn bed, dat wordt dat heel proces natuurlijk. Ja, dat was zijn vrouw, hè. Ja.
Nee, maar mag ik zeggen waarom ik dat doe? Waarom ik mannen, waarom ik dat soms uitvergroot? Maar je moet dat zeker doen. Ik lach u er eigenlijk niet bij uit. Maar moet je serieuze dingen ook zeggen? Of is dat... Ja, natuurlijk. Ja, niet te lang gewoon, hè. Dus, Nee. We doen hier niet aan gay panic, hè. Ik vind het al prachtig dat moet kunnen zeggen. Wel, ik vind dat we leven in een wereld waarin, ondanks alles, zeker in sommige delen van de wereld, waarin het van een man die het met een man, van een man houdt of zo, waarin het nog altijd als niet normaal wordt beschouwd. Mm-hmm. Ik vind dat vreselijk. En dus zonder twijfel van de miljoen kijkers die naar de Slimste Mens kijken, zijn er ook mensen die zo denken. En dan denk ik van, ik wil dat uitvergroten. En als ik een man zie, ga ik ook zeggen. En dus zeg ik het misschien iets vaker dan het wenselijk is, maar dat is echt... Er gaat ooit een mooie compilatie op YouTube komen, denk ik, van die geld op andere mannen. Dus de thee dat je backstage gedronken hebt. Ja. Want, dus je voelde nu wat slap vandaag, wat ik snap, want je bent lang onderweg geweest en je bent ook wel ziek. En een goede vriendin van u die doet in thee? Ja, enfin, die doet van alles, maar die is experte in thee. Kent alle theeën ter wereld. Theeën of thees? Beide mogen, denk ik. Hebben we Bart Kaas betrapt op iets dat hem taalwoordelijk niet juist heeft? Maar je hebt toch woorden die waren de twee meer van erbij mogen? Theesoorten, theesoorten. Kan ook zeker. Ja. Theelui of theelieden? Ja, dus je hebt daar iets illegaal. Ja, ze maar... zei, misschien. Ik heb hier wel iets speciaal. Dat is legaal. XTST. Wauw, die komt beter, maar ik ben veel. Dus ik ben content. Het begint meer kwartjes. Nee, ze heeft me kratom thee. Kratom. Klinkt als slechterik. Nee, kratom thee. En blijkbaar, dat is legaal in België en Nederland. De rest van Europa is het verboden. Wat? En dat maakt en dat jij zonder, dat mogen we erbij zeggen, zonder verpinken binnen gesloeberd. Ja, ik vertrouw Steffi. Hij kan van mannen zeggen dat ze mooi zijn. Hij kan slikken zonder verpinken. Dus ik heb die thee helemaal opgedronken en... ik zie een lampen. Kratom. Kent er iemand dat? Nee? Zit er één iemand ja? Nee, toch? Zit er iemand ja? Kratom. Het is legaal, hè? Ja, dat interesseert al niet waarschijnlijk iets dat legaal is. Ging er woofdige iemand? Was er iemand? Woef. Woofdige? Kratom. Woofdige? Of woeflui? Bart, je moet minder van die kratom drinken. Er wijfde een mens. Jij hebt dat al gebruikt? Je kent dat? Nog iemand, hè? Kameraad van u. En leeft hij nog? Doe niet meer. Maar is dat een soort drug of niet? Ja, hij heeft dat gerookt. Hij heeft het gerookt. Dat hij het gerookt heeft. Niet in Erik zijn slecht hoor, jongens. Nee. Nee, ik heb het niet gerookt, maar ik voel het wel. Ik voel me echt maar wat voelde nu? Wat voelde nu concreet? Ja, ik voel me echt blij. Ja. Dat is wat Steffi zei, je wordt er blij van. Ik ben misschien binnenkomen, hè. Ja, niet blij. Het was vooral zo, amai, ik heb nogal een hoop job in Holland en in Amsterdam. Zoveel werk, wat een carrière heb ik in Holland. Ik ben supermoe. Allee, zo kwam het bij mij. Dat kan ook jaloezie zijn, ik geef dat toe. Ja. Maar nu ben ik niet meer moe. Kratom. Maar ik zou dat niet roken. Ik zou dat niet... Heel fascinerend, dat is echt gebeurd. Dus je hebt die thee gedronken en die heeft even zijn tijd gepakt. En toen werd Erik geprikt, de micro gezet. En op een bepaald moment stond hij gewoon aan zijn arm te kijken, zo. Echt keilang. Had je dat door dat hij lang naar uw arm aan het kijken was? Ja, mijn haartjes waren omhoog gekomen. Maar dat kan ook van die... Dus je dacht dat je Spider-Man geworden was al voor u. Ja. Moet ik ook wel zeggen dat die man die met hem prikte, heeft nu ook wel bepaalde plekken aangeraakt. Praten is een seksueel dingetje dat worden. Nee, want ik heb nu wel natuurlijk een heel mooie uitleg gegeven waarom ik mannen mooi vind, maar de waarheid. Hij heeft u aangeraakt aan uw niet ontstoken oog, laat het ons zo zeggen. Nee, maar waarom gaat het hier de hele tijd over mij eigenlijk? Ja, omdat jij de interessante dingen binnengebracht hebt backstage. Ah, oké. Okay, Je kunt niet zo van rare, illegale zwarte markttee binnenbrengen en er niet over doen hebben. Ja, maar legaal, hè. Maar ik gebruik dat als aanspreekpunt naar de rest. Nu, pas op, Bart had ook een verhaal waar dat zijn domicilering van zijn verzekering niet was doorgegaan. Vertel eens, Bart. Want dat was ook wel interessant. En hoe was dat? Want dat was op het einde van de maand.
Het was heel fascinerend. 2 uur backstage, hè. Ja, we willen ons kruid niet verschieten, dan hebben we het daarover. Hè. Ja. Was te vroeg. Ja. Sorry. We kunnen het lijntje afgaan. Jelle Beul, heb je ooit iets illegaal gebruikt of gepakt? Of wat is uw druggeschiedenis? Zeg zo. Nee, ik heb een heel somber verhaal dat iedereen depressief gaat stemmen. Yeah! Ja! Hè? Maar wij pompen dat wel op. Ik zal mijn ervaring met drugs vertellen. Wij woonden in Zeelen, dat vol drugs was. En op mijn 14 jaar hebben al mijn vrienden marihuana gepakt. Ik heb niet meegedaan, ik ben al mijn vrienden verloren. Grappig. Daarna heeft mijn vriendin, haar broer, met een wietpsychose, zijn ouders proberen eerst ik en zijn vriendin ingestoken. Lachen! En dan heeft een vriend van mij zich voor een auto gesmeten op de E17 en zelfmoord gepleegd. En dat is gelukt, dankzij drugspsychoses. Dus ik doe dat niet zo vaak. Nog iemand een verhaal? We kijken naar Bart Kanaerts. Ik heb dat ook nog nooit gedaan, nee. Maar nog nooit ja, iets? Goed, nog nooit iets, nee. Ja, alcohol wel. Statistisch, ja. Alcohol is gevaarlijk. Zonder, ik heb niet zo'n ernstig verhaal. En dat frist die verhaal ook, hè. Pas op, dat is wel een moeilijke jeugd, hè. Nee, ja, nee. Ik heb ook pas op mijn 20 denk ik, mijn eerste pintje gedronken. En dat vragen we ons af, maar we zijn altijd aan Erik van Looy vragen aan het stellen. Zei. Dat is gewoon ja, maar ik hoor niet goed. Ik had verstaan, uw eerste kindje gedronken. Raar hoe je dingen verkeerd verstaan. Ja, maar goed. Ja. Xander, gauw. Ja. Kindje gedronken, ik zat daar nog. Ja. Maar je hebt toch gestudeerd, Bart? Heb je dat nooit gedronken? Ja, aan je Leuven, hier dus, heb ik mijn eerste pintje gedronken dan, ja, of op mijn 19 of 20 kan, ja, 19 of 20 of zo, ik was. Amai. Maar die domicilering van die verzekering. dus je wilt zeggen dat eigenlijk al die schunnigheden dat je al gedaan hebt, dat vaak nuchter was en niet onder de invloed van. ik heb geen alcohol nodig om leuke dingen te doen, hè? Nee. Hoe moet ik dat zeggen, hè? Dat heb ik ook 50 jaar gedacht. Ja. Ja, je zit ermee bekend, Erik, dat Bart al een bepaalde vorm van exhibitionisme gedaan heeft. Exhibitionisme? Ja, dingen laten zien. Oh, okay. In het openbaar. Ja. Want dat is lang geleden, hè, Erik. Ah, oké. Okay. Dat was in... Dat is juist, ja. Dat heb je dus verteld. Ja. Wacht. Ja. Ik heb een fase gehad in mijn leven. Zoals alle kunstenaars in fases. Dat was een vrij lange fase. Ik noem dat zelfs de eerste 6 jaar van je comedycarrière. Die duurt er al bijna 20 jaar. Ik denk dat je het kunt rechttrekken door het feit dat je het ook op een podium gedaan hebt en dat daarom weer kunst is. Heb je dat verhaal al verteld? Mensen weten dat, maar ik weet niet of Erik dat eigenlijk weet. Van dingen, van uw, de naam van uw... Wat? De naam van mijn gezag? Nee. Ik liet die ook vaak zien, te pas en te onpas. Omdat dat heel grappig is gewoon. Primetime 1, dames en heren. De dag van vandaag. Hoeveel keer? Maar dat valt eigenlijk mee. Ik pak gewoon de juiste... Ik timde dat gewoon goed of zo. Ja, gewoon hypothetisch, zou je het nu nog doen? Maar nee, nee, maar nee, niet nee, nee aangekondigd, nee. Nee, maar als ik kan er gewoon voor staan, hè. Ja, maar nee. Ja. En gretig, hè, wilt je er gaan voor staan? Alleen nog een ontstoken. Je wilt nog een ontstoken ook. Nee, ik heb er twee. Ik denk dat je er twee hebt. We hebben die al een keer verteld, maar ik denk dat Erik die niet kent. Je hebt er twee die wel mijn favoriet zijn. Je hebt één met een blackout in een zaal. Ja. Dus, die ging als... Was in Boom, comedyavond, en ik was met meerdere comedians en ik was aan het spelen en het licht viel uit. Moet mikken naar Erik, hij is het publiek vandaag. Ja, op dit, hè. Maar ik ben aan het denken hoe het nu weer precies ging. Was je daarbij? Nee. Nee, ik heb dat gehoord, jammer genoeg. En dan zei ze toch, ga speel maar verder. Allee, dus het licht viel uit, maar ook je micro, maar ik bleef gewoon zo verder spelen. En ik vond dat dan grappig. Ah, ik kan de penis buiten gewoon, maar dat is grappig. Maar gewoon voor mijn eigen. Nee. Want dat idee is gewoon grappig. En je weet niet dat ik, hè. En, ja. Maar ik doe dat dan. En dan... Maar dat is toch op de kans dat ik in de lichten weer aangaan, toch? Ja, maar dat had ik dan niet dat over nagedacht. Dat is de eerste tweede rijden dat echt kunnen zien. Nee, en dan kreeg ik een pillamp. Om op mezelf te schijnen. Het was in Boom, hè. En dus er kwam een techniek een pillamp geven. Dan moest ik mezelf... schijnen. En dan heb ik wel even dat gedaan, maar heel even.
Meer is dan, ja, dat zijn heel vaak verhalen die eindigen met... Ja, maar als je erbij waart, hilarisch, hoor. En ja, dat zullen we navertellen, want je gaat nu naar het andere verhaal vragen. Dat is ook niet zo goed als het toen was, als ik het vertel. Ja, ik weet het, maar ja. Uw penisflesje aan een voltallige zaal wordt niet beter als gezegd. Het was maar even. Het was nog altijd. Nee, ik denk dat ik al verteld dat... Terwijl het nog helemaal donker was van... Ah, jullie weten het misschien niet, maar mijn vliet hangt op mijn broek. Ha, iedereen lachen en iedereen denken, dat is niet waar. En dan dacht ik van, ik moet het wel even laten zien dat het echt waar is. Zo ah, ja, ja. Nee, goed. Ja. En een... Ja, het ging veel te snel terug aan, dat licht. Oh. Ja. Ik zat al klaar, godverdomme. Nee. Ik ken een hele goede penismop, maar ik kan ze niet doen. Ah, jawel, doe. Nee, dat gaat niet. Heb je mij nodig? Ik heb het attribuut nodig. Je bent nodig. Wat heb je nodig? Ik heb iets staan op de taart. Wat heb je nodig? Centjes. Centjes. Wacht, hè. Erik heeft alleen maar briefjes. Dus Erik gaat tussen zijn suikertjes kijken of er nog... Hoe diep gaan we graven, Erik? Wat zei hij? Denk dat hij nog wat zelf nodig heeft. Centjes? Gewoon 2 of 3 cent. Ja. Ah, ja. Maar wacht. Oh, het is mijn rechtsstaan. Ik wist mijn rechtsstaan. Dus dit is gelijk bij HT&D. Af en toe gingen ze toch zo in de kring van de mop verteld. Ja. Maar wacht, ik moet mij voorbereiden. Ik ga even backstage. Ik kom terug. Met meer centjes. In mijn hoofd is het een hele grappige mop. Nee. Oh, we gaan het zien. Het is visueel. HT&D. Was het? De Bart gaat backstage gaan met zijn bimbo straks eruit. HTND. Hebt ge ooit in de frigo een slechte scampi gehad? HTND. Ik probeer op te vullen, maar nu is dat maar. Ik hoor hem giechelen backstage. Zo was er iets, dames en heren. Nee, voetscherm. Zo was er iets, dames en heren. Antwerp. Ik ben nu al gelukkig. Zo was er iets, dames en heren. Zeg jullie even. Nou, was er iets, dames en heren. Een burke. En dat burke, die laat maar in. Die laat maar in een arm. Waarom doe ik het? In mijn hoofd is dat grappig. Want je weet al te best wat. Dus... Bart. Ik ben zo gelukkig. Wat gaat er gebeuren? Je stelt dat niet werkt. Je hebt die verzekeringsanekdote gehaald. Er is een man met één arm. Hij zit op café en die moet dat dus. Oh. En die gaan naar de piscine en die gaan aan de piscine staan en hop, die naald. Begint. Ja, dus. Hij begint de bieten doen. En dan komt een andere man naast hem staan. Goedenavond. En de nieuwe man die zegt ineens, oh godverdomme, het is hier mijn, hoe heet het, een wc-madame, ik heb geen klein geld bij ze. Ik heb geen klein geld bij. En die gaat per ongeluk geen geld. En hij zegt, wacht, ik zal, wacht. Ik zal een keer zien of dat ik iets van... Sorry. Dus bleek dat die domicilering op de eerste van de maand was. Oh. Ça va. Oh, mijn knop is eraf. Oh. Sorry. Oh. Vond ik zelf een hele goeie mop. Ja, heel goed. Ook leuk voor de luisteraars, deze mop ook. Maar je had nog een mop, dacht ik. Ja, er was een tweede, anekdote, penisgrillen. Dat is Fokke zijn verjaardag, toch? Ik moet echt gaan pissen. Dat is geen mop, ik moet echt gaan pissen. Hoe? Dat mag. Moeten we die stoel terughalen, zodat je terug... Ah, wel. Dat mag, dat wordt eruit geknipt, hè. 50 minuten in een live-voorstelling wegwandelen. We mogen dat zeker doen. Ik moet gewoon pissen, anders is het... Ik moet echt weg. Nu lijkt dat een mop is, ik moet echt pissen. Ik moet pissen. Ja, ik heb maar bedoelde dat er een boerke is dat moet pissen? Of? Nee, maar jij gaat pissen, maar brengt nog wat kraat om thee mee.
Ja, gaat. En een mes voor uw taart. Die muziek ook. Nu, ik hoop dat er dan een uitgang is, dat we hem niet 40 minuten... Er is geen uitgang! Andere kant. Ja, je bent langs de rand. Ja, je bent niet opgekoopt, dat is waar. Ik ben nu al in een glas aan het pissen ondertussen. Ja, dat heeft het niet platgelegd. Het is echt, hè. Oh, ik moet echt tussen. Ja, laat zijn micro alsjeblieft aanstaan, terwijl het niet is. Oh. Allee, dus... Fok is even jarig, Bart. Ja, maar jij moet dat vertellen. Dat is beter als jij dat vertelt. Denkt je? Denk dat wel, ja. Wacht, hè. Dus... het was Fokke zijn verjaardag in de Joker. Ik denk dat hij een line-up had samengesteld. Een roast. Het was een roast. Ah, het was de roast zelfs. Dus collega-comedians die Fokke komen uitlachen. En ik denk dat jij afgesloten hebt, want er is niemand meer overgeraakt. Nee, ik heb niet afgesloten. We waren nog wel naast. Is er iemand overgeraakt? Nee. En er was al een beetje de legende dat Bart... Is hij gearresteerd aan de uitgang nu? Omdat er ging al een beetje... Ik vertrouw niks meer in nu. Dus er ging al een beetje de ronde daar. Bart kan wel eens een keer zijn penis durven laten zien. En Bart zijn act was opwandelen met een doos rond uw middel, zeker? Ik zet een kruk voor mij neer en daarvoor zet ik een theatertje gebouwd in een schoen, als een schoendoos, een theatertje gebouwd. Met gordijntjes. Oh, schoon. En ik zet een klein microotje neer dat we hadden geknutseld. En dan deed ik mijn broek open, want niemand zag nog iets. En dan deed ik een klein hoedje rond de penis. En dan zei ik iets van, ja, ik kan niet roosten. Ik ben een te lieve comedian om echt te roosten. Dus ik heb iemand meegebracht, Fokke. Om voor u een lied te zingen. En dan deed ik op de handjes open. En dan heeft mijn penis Happy Birthday gezongen. Als Marilyn Monroe. Oh. Happy Birthday. En dan heb je de gordijntjes dicht gedaan. En dan was de volgende comedian aan de beurt. Ik zou uw penis niet kunnen volgen, denk ik. Nee. Ik zou er niet over geraken. Nee, ja. En dan... Ik weet dat ik dan nog zei van... Mensen vragen zich waarschijnlijk af, wat vindt u liever van? Die heeft het microfoontje geknutseld. Wow. Dat is echt waar, die had meegewerkt aan de act. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Wat? Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een optreden die ik als toen. Ah, oké, sorry. Niet waar, ik heb niks. Ik heb niks. Ik heb niks. Kom maar door. Ah, jij moest echt niet naar het wc gaan. Echt naar het wc? Ah, oké. Ja. Wat? Nee, maar dat is natuurlijk... Als je een comedy genie bent, als je het doet, denken mensen dat hem opvolgt. Dat is niks. Dat is een comedy genie. Dat is niks. Ik moest pipi doen. Met mijn penis. Met mijn penis. Zeg, ik wou u vragen... Zou jij ooit naakt gaan als in een acteerwerk? Ja. Is daar geen twijfel over? Maar ja. Heb jij dat niet... Zijn we met Matteo in het kamer? Nee, dat was niet naakt. Dat is muilen, maar dat is van op. En toch ook zijn... En betasten? Aan zijn dingen? Zijn balletjes? Zijn lis amandelen komen. Nee, maar nee, jawel, ja. Dat was ik één keer film dat echt zo een kan-achtige film waar echt porno in komt. Mijn vrouw vroeg van, zou je dat doen voor een film? En denk van, ja. Dat is spelen, denk ik, ja. Zou daar geen enkel probleem mee hebben. Nee. Druk ze met CGI, dan natuurlijk dat wel... Inkorten. Nee, want mensen geloven het. Mensen geloven het niet, hè. Nee. Ik zal er ook geen probleem mee. Dat zou ik gewoon doen. Gewoon functioneel naakt. Ja. Het klopt binnen het... Alleen mijn keelholken, dat vind ik privé. maar niet te diep gaan. Ja. Geen close-up van de keel. Ja. Ik weet zelfs niet of ik dat op tv wel zou doen, maar ik vind dat gewoon in... Heb je zo geen douches zijn gedaan waar je LLA's verkracht? Nee. Pardon? Dimitri Leu. Ah, is Dimitri Leu. Dimitri Leu. Maar was dat in een film? Nee. Nee, dat was in, ja, welke, ik denk in
professor Aspen? Ah, ja, okay. Of Aspen, dat kan ook. Ik hoorde iemand Aspen zeggen. Hij weet toch wat je geacteerd hebt? Geacteerd... Ik heb niet, maar nee, ik heb niet Aspen, maar ik ben ook niet Dimitri Leu, ik ben Bart Kanaerts. Had je meer dat zo'n flauwe schilderavond? Ik dacht wanneer dat hem hier een keer een gedicht voordragen. Dat met een stukken rijp. Ik heb nauwelijks geacteerd. Ik heb in zo'n stad heb ik geacteerd. Oh, ja, wat gooi ik dan door elkaar dat hij zo'n kickbox achter je doet spelen? In zo'n stad was ik in kickbox. Reggie van de Perre. Ik was de dader van de aflevering. Oké. Okay. Sorry voor de spoilers, baby's. Ja, het is dat net door elkaar al. Dus je had zijn met Guy van de Zanden? Of, Ik had zijn met Guy van de Zanden, ja. En hoe oud was je toen? Te oud. De 6-jarige kickbokser. Ah, dank je kapot. Dat is al wel zo, manneke. Dat is al wel zo. Nee, ik was de leader of the gang zelfs. Want ik had dan zo één kickboxles gekregen, dus ik had zo één beweging met een arm gekregen. Dus ik was dan in zo'n kick... En dat was genoeg voor Guy. Ja. De aftrekmop voor me niet meer. Ja. En ik moest dan in zo'n kickboxclub zo tegen zo'n boksbal zo met mijn armje kloppen. En dan kwam Lien van de Kelder binnen en die moest dan zeggen, amai, die kan dat nogal. Maar achter mij stonden het vol figuranten, wat wel echte kickboxers waren. Dus die vlogen daar rond en stampen en ik was... Sorry, wacht. Hoe noemen ze die? Guy van de Kelder? Lien van de Kelder. Ah, Lien van de Kelder. Guy van de Kelder. Nee, man, wauw, ik heb niet pas door. Een bepaalde chatroom. Nee, nee. Voor ontstaande verhalen. Dat ik, nee, maar daarmee dat ik het vraag. Dat was een dark web naam. Wauw. Guy van de Kelder. Nee, maar allee, ik wil niet dat er verkeerde verhalen ontstaan plots. Ook. Maar je wist wel heel rap welke verkrachtingsscène dat ik het over had, Erik. Ja. En dat vond ik ook fascinerend. Dat is toch wel... Hè? Ja. Ja, sorry, ik heb echt pijn van die lampen. Dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Ja. Ga je uit? Dat is goed dat je met een ooglap over verkrachtingsscènes begint. Dus. Om een oogje dicht te knijpen. Hè. Dank je, Dimitri. Geen probleem. Heb jij echt een database-kennis van verkrachtscènes? Of gewoon, gewoon algemeen wat er gedraaid is in het land met welke acteurs? Nee, maar Ella heeft een keer verteld in de jury van De Slimste Mens, dacht ik. Verhaal, ja. Leuk verhaal, maar ik ken het verhaal niet meer. Maar, volgens mij is Dimi ook een kop kleiner dan Ella. Dus klopt. Niet zo'n eenvoudige scène, denk ik. Nee, maar toch overtuigend. Nee, ik heb de scène niet gezien, maar op te zoeken waarschijnlijk, ja. Ja. Ik dacht dat je op je harde schijf hebt staan, hè. Wel, we hebben hier een scherm. Het is gewoon omdat ik had uw show gezien op tv een paar weken terug. Verslaafd. Ja, wat ik heel leuk vond. En wat ik heel erg grappig vind, is dat er een... Ja, je hebt iets gedraaid in de tijd dat Jacques Van As... Ik weet het. Zijn enige seksscène heeft. Ja, enige erotische scène uit zijn carrière. En hoe moet ik zeggen? Hij bedrijft de liefde met iemand. Ja. Allee, dat is serieus, hè? Ja, ja, miserie, miserie, miserie. Klopt. Nee, je ziet zijn bloot poepenolken, zal ik zeggen. De achterkeel, gelijk dat we zeggen. Ja, de keel, ja. nee, een zware scène eigenlijk. Dr. Trietsmans. Nee? Dat is uw eerste langspeel? Nee, kort. Eerste kort. Ah, oké. Okay. Ja. Met Jacques Van Assen, die de liefde bedrijft met iemand tegen een wasmachine. Allee, de vrouw zit op de wasmachine. En hij probeert haar te raken. Al ik bedoel... Nee, hij was iets te klein en die wasmachine was iets te groot. Dus we moesten hem ook even op een verhoogstje zetten. Echt waar? Ja. Ja. Maar het was met consent of was het een verkrachting? Het was met consent, ja. Maar goede scène. Ja. Ik moet gewoon altijd heel erg mee lachen als je een acteur ziet die je normaal kent van een bepaald soort type te spelen. Snap ik. Dan ziet je zoiets dat je denkt van, ah, oké. Okay. Dat heb ik nog nooit gezien, ja. Maar ik weet... Nee, maar dat is wel het ding als acteur. Op een of andere manier, als je mij nu zegt, zet je nu in bloot als jezelf, dat doe je niet. Maar als speler is dat toch iets anders. Dat is raar, maar ik maak mezelf graag belachelijk als figuur, maar niet als jezelf. Ja. Toch is daar een onderscheid in. En ik denk dat vaak ook bij seksscènes of bij geweldscènes of zo, dat toch altijd wel iemand anders is. Denk ik. Sorry dat het serieus werd. Nee.
Maar er is dan toch ook nog een keer een verschil tegenover echte mensen of op het scherm. Omdat moest je naakt gaan op in een film of in een reeks. Het is niet dat je daar zit te kijken, maar dat die mensen zitten te kijken op u naakt. Weet je, dat gebeurt en mensen zien dat onder. Maar dan denk ik bijvoorbeeld, ik weet nog dat die een acteur die chef speelt in De Kotmadame. Odilon Mortier, nee. Ah, nee. Chef? Chef, ja, de man van... De man van De Kotmadame eigenlijk. Odilon Mortier. Nee, de man van De Kotmadame. De man? Ah, dingen, Mark Verstraat. Ja, juist. Ja. Dat hij ook theaterstukken deed, waar dat hij volledig bloot ging. Maar dat er dan zo mensen zitten die denken van, ah, maar dat is met die een brave meneer van De Kotmadame. En je zit er dan rij één en in een keer... De chef zijn een chef. Ja. Legt hem zijn chef op het podium, dan... Allee, dat kan toch schrikken zijn. En dat is dan nog een keer een verschil, hè, want dat is echt... Ja, maar die deed heel experimenteel theater volgens mij. Ja. Dus wel die zo niet met Jan de Korten en zo. Denk het wel, ja. Ja, denk het wel. Sorry, ik bij uitbreiding heb je al met de intimacy coaches gewerkt. Ah, dacht dat je Timothy Chalamet probeerde te zeggen. Daarom dat is dat jij het uitspreekt. Timothy Chalamet? Nee, want dat is een ding zo van, als je op een set, eender welke, zelf niet grove seksscènes, maar relatief intieme scènes, zelf nog maar kussen of gewoon semi-erotisch, is er nu een intimiteitscoach bij. Ja, true. Maar je ja, laatste film is 8 jaar geleden of zo, dat was toen nog niet. Er zat ook geen erotische scène in, denk ik. Is dat? Ja. Toen zat ik al in mijn mannenfase. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Nee, het is echt niet leuk om dat te regisseren. Ik vind het echt niet leuk. Ah ja, is dat als regisseur ook vervelend? Ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat is zo. Ja. Ah ja. Maar ja, dat kan ik doen. Nee, maar ja, je zit wel bij dat soort scènes soms en dan denkt je wel van ja, dat is toch een beetje gênant. Maar is dat nu niet helemaal gesloten set? Allee, dat ja, gesloten set, maar absolute minimum aan volk dat er moet bij zijn. Maar ja, ik was er wel bij natuurlijk. Ja. Vind en altijd met die ooglappen. Ja, en je moet dan aanwijzingen geven van pak toch iets meer dat vast. Of ja. Plus ook, al wat je aanwijst, is eigenlijk ook iets dat je dan waarschijnlijk zelf bedacht hebt. Dat je denkt van ja, dat komt uit zijn slaapkamer. Zeg mijn naam, maar Erik. Wat is dat dan met te zien? Ja, Erik, ja. Ja, dat is inderdaad toch een raar ding om als regisseur nog meer bij te zeggen. Kun je dat nog een keer doen? Of? Ja, of zo kunnen nog... ik weet dat in de Loft, Amerikaanse Loft, was er een erotische scène met James Marsden van X-Men. Rachel Taylor van Transformers. Ik riep zo, can you do a little more humping, please? Ja, die konden er niet mee... Die moesten wel lachen, Humping? Humping, dat is waarschijnlijk... Wat is dat, humping? Is dat fout? Engels? Nee, niet fout, maar het is nou direct Engels. Ah, ja. Ik zou kunnen zeggen, can you do a little more movement? Maar humping is echt poepen, denk ik. Ja, dat ja, is... Dus, dat is more... Vrij vertaald, dus kunnen we wat meer op dat waai vragen. Dat is een woord voor seks, maar het is meer zo een moppekeswoord. Ja, ze hebben goed gelachen. Ja. Maar ze hebben het wel gedaan. Het was sowieso onder de lakens, maar je wilde zo meer humping zien. Hè. Maar ik ben blij dat ik er vanaf ben. Want dat nu, als ik nu nog een film maak... Gaat het sowieso zonder seks zijn? Nee, met intimiteitscoaching. Ah ja, zo. Ja. En dan liefst Jelle de Beulen. Doe maar humping. Wat meer humping, alstublieft. Ja. Humping. Oké. Okay. Mogen wij vragen of je met iets aan het denken zet aan een nieuwe film, Erik? Je moet geen details geven. Nee, maar. Ik kan geen details geven. Nee. Ja, zeker. Zeker Die ontstoken eye. De golden eye, ontstoken eye. Ja. Ontstoken eye. Hoe lang is het geleden dat Tina er niet tegen gaat? Die doet dat sowieso. Ontstoken eye. Oké, nu wil ik het wel de rij afgaan. Jelle de Beulen, ze maken een biopic van u. Wat? Biopic. Een film over het leven van Jelle de Beulen. Dus heel deze avond zit er ook bij. Allee, het wordt heel deze avond. Heel integraal. Deze avond. Dus 2 uur van de 2,5 uur de film is deze avond. Met die kar en al. Allee, het wordt... Crazy. Wie speelt u? Like, wie speelt wat in de film van uw leven? Mai. Als ze hem op tijd maken, speel ik mijzelf. En dat mijn zoon lijkt... Ja, enorm hard op mij. En is een goede acteur. Is een acteur ook. En ik zit eigenlijk met het idee van, ik wil een film samen met mijn zoon spelen waar hij de jongere versie van mij speelt. Of mijn zoon, maar liefst de jongere versie van mezelf. Dus voilà. Mochten hier regisseurs in de zaal zijn, ben ik geïnteresseerd. Het zou wel, de overgang zou wel goed zijn. Dat niet zo... Het moet toch commercieel interessant zijn? Nee? Het gaat meer kloppen toch, like in die Bende van Nijvel film, maar zo... Rustig?
waar een gastje van 12 in één keer overgaat naar Jonas van Geel. Ah, ja. En Jonas van Geel is 19 in die film. En je denkt... Pff. En heeft ze die Reggie-pruik aan. Maar wat, ja, dat lijkt me een soort gat in de markt dat ik denk van... Ik kan... Een biopic van mensen die nog leven. Nee, Bart, nee. Nee. Koppelverkoop. Er zit een regisseur bij, ik probeer te pluggen, zwijg nu. Ja. Nee, maar Ice Cube en zijn zoon heeft ook Ice Cube gespeeld in de biopic over NWA. Grappig, er is nu onlangs een tekenfilm uitgekomen, Vogelvlucht, dat is over een papa eend. Ik speel papa eend en mijn andere zoon speelt zoontje eend. Oh, echt waar? Ja. Oh. Jij leeft gevoelens. Oh. Oké, okay, Bart Kanaert. Maar niemand bijt, dus... Is het een Engelstalige Maar je mocht gaan tot zover dat je denkt dat die film kan reiken. Ik weet niet, Benedict Cumberbatch dan, denk ik? Ja, snap ik. Hoe zeg je dat? Benedict Cumberbatch. Probeer je Timothée Chalamet te zeggen? Ik vind dat hij een superleuke acteur. Ja. En zou hij niet op mij kunnen lijken? Ja, zeker. Of niet? Maar nee, sorry, maar hij gelooft meer in Benedict Cumberbatch dan Bart dingen kan Bart van Peer, wat doet? Bart Kanaert in de film. Bart van Kanaert. Bart van Kanaert. Dus ik zit hier een realistisch idee. Maar ik een acteur, mijn zoon een acteur en hier spring je op, Erik. Sorry, ik heb niet verstaan. Ik heb dus geen versterking van de klank, hè, dus ik okay. En ik heb 15% gehoorschade. Okay. Ja. Nee, van die Mazda, hè? Van die Mazda. Als je enthousiaster bent over de biopic Bart Kanaert, Benedict Cumberbatch, dan Jelle als Jelle. Sorry, Jelle. Maar als het een Vlaamse film is... Steken in je ogen, of? Als het een Vlaamse film is, wil ik graag dat Jelle mij speelt. Oh. En zijn zoon mijn jonge versie. Oh. Dank je, Bart. En welke stukken van je leven moeten er echt in? Piemel. Ja, dat moet erin. Ja. Wie speelt je piemel? Dimitri Leu. Wie speelt Dimitri Leu? Ik zou wel die biopic van die dude met één arm willen zien. Ja. Die met zijn piemel kan tellen. Ja. The Dick Counting Man. The Dick Counting Man. En co-starring as the piemel of Bat Canards. The Rock. The Rock. Dat hij mee in die scène staat. Ik hoop maar, hè. Ja. Mee in die scène staat. Ja. The Rock. Oké, okay, Erik van Looy. Tom Cruise. Zo rappig. Ja, maar ja, ik had al tijd om na te denken. Hè. Ja, oké. Okay. Maar ik snap het ook wel. Tuurlijk. Toch? Ja. Zijn oké. Okay. Okay. Lacht zo niet, jongen. Ja. Lachen. Ja. Maar ja, echt waar. Ja, dat was niet nodig. Dat vond ik ook. Kan die mensen uit de zaal? Dat kan, als hè? Dat is niet fair. Nodeloos kwetsende humor. Ik vind dat ook niet fair. Weet je, als Tom Cruise een zwaar weekend en slecht geslapen heeft, dan... Ja. Nee, Tom Cruise. Zijn jullie niet even oud ongeveer? Ja, hetzelfde jaar, ja. 1962. Voilà. Hij is van juni 62 en ik van april 62. Mooie man. Dus hij is eigenlijk... Mooie man, ja. Maar hij is dus jonger, wat raar is, want ik zie er jonger uit. Ja. Weinig gelach. De ooglap werkt nu niet. Nee, ik weet het. De ooglap doet er 20 jaar bij. Maar heeft hij ook niet geen ooglap in een van zijn films? Ja, toch, klopt. Tom Cruise? Ja, inderdaad. De Bart om de nazi speelt, is dat een ding? Ja, klopt. Inderdaad. Sorry. Sorry. Valkyrie. Ja. Valkyrie. Als Klaus van wie? Stoltenberg. Dat kwam er heel rap uit. Stoltenberg! Dat was zo rap. Stoltenberg is die van de NAVO. Nee, het is een ander, maar het is Stauffenberg of zo. Stauffenberg. Ja. Okay, dus nazi Tom Cruise zou Erik van Looy nu kunnen spelen. Dat is... Ja. Ooglap, hè, jongens, met de ooglap. Nee. Tom Cruise, wat moet ik nog zeggen over Tom Cruise? En als je dan de jongere Erik van Looy zou... Dus, ja, ik kan niet 60-jarige Tom Cruise als 20-jarige Erik van Looy dus moest spelen. Hij een zoon hebben die op hem ja. Ja. Heeft een dochter, maar... Ja, de jongen... Hulp uit het publiek? De jongen... M.A. Klaes. Het is wel iets groter en stoerder. Ja, M.A. Klaes. Ja. Nee, maar los daarvan, Timothée Chalamet zou nog een goede Erik van Looy zijn, ja, denk ik. Ja, dat is waar. Ja. Dus ik heb één iemand die ja zei in de zaal. Dat is Timothée Chalamet. Een blinde vrouw. toen u haar nog wat langer was, Erik, en zo wat meer Timothée Chalamet-achtig. Chalamet. We worden allemaal oud, hè. Ja, absoluut. Maar ik heb toch vacuüm in een keer in de depot gezogen. Ja, ik werd echt oud. Ja, ten disinzichte, Erik. Is er nog kraat om? Haal de thee. Haal de thee. We gaan hem nog een keer high maken. Oeh, midden. Er heeft iemand gezegd dat ik moet doen dat eigenlijk op dat oog dat ik thee moet liggen. Misschien moet ik dat klein beetje nat maken.
Nee, Erik, maar het is, laat het niet nog extra dingen in dat oog doen. Nee, nee, nee. Heeft u met gezicht... Nee, je gaat blind worden, hè. Nee, nee, nee. Nee. Zijn mijn gezicht, leg dat erop, omdat kruiden, die trekken de ontsteking weg. Ja. Heeft u straks iemand gezegd. Ik heb dus nooit iemand zo serieus te uit laten doen, met een theezakje in zijn oog. Typisch aan die thee is dat het inschattingsvermogen verdwijnt. Hoe geraak je aan zoveel werken? Dat kan toch niet? Hoe blijf je? Doe jij dat vergadering ook al verwegen? Maar het is ongelooflijk. Ik voel niks meer. Maar... Het is waar, ik weet niet hoe goed. Ja. Dat is wat een vrouw ook zou zeggen, als ze nu naar u kijkt, Erik. Het kan me niet schelen als ze maar van mijn theezakje blijft. Ja. Theezakje. Maar is goed. Xander, wie speelt jou? Farah Diagiri. Is dat nog waar ook? Maar dan moest je wel een beetje meer scheren. Wauw. Daar al. Ja, ik, echt eerlijk. We zijn hem kwaad, dames en heren. We zijn hem kwaad. Je probeert heel de avond mopjes te maken. Erik van Loo, leg deze zakje op hoog. Ik denk dat het publiek kijkt, denk ik. Er is toch zo'n liedje waar het lijkt dat ze zingen theezakje. Ah ja. Nee? Ja, theezakje. Dat is Bob Marley. Ik kom daar ineens op. Ja, Bob Marley. Denk het. Het zou minder dom zijn moest dat labelje er niet meer aan hangen. Maar nu is dat echt... Het is genezen. Als er iemand wel heel speciale thee wil drinken straks... Het is wel Erik van Looy oog... Earl Grey. Maar moeten we dan niet eerst eens checken bij Steffi, of wat dat wel... Nee, maar ja, Jeroen van Koningsbrugge, een van de lama's, heeft me dat er straks verteld. Erik, moeten we iemand bellen? Ja. Ik heb een nummer. Nee, maar het is de eerste keer in twee... Leven je ouders nog? Ja. Dus... Legitieme vraag. Dus je hebt eigenlijk info gekregen van een bekende improviserende comedian. Ja. En uw reflex is, dat zal wel waar zijn. Theezakje in oog. Ja. Dat was het eerste wat hij zei. Een theezakje inleggen. Allee, opleggen. Inleggen is raar. Maar... Dit gaat eindigen met jij die een dutje doet, hè. Dit is... Ja. Ja. Allee, kan ik kijken naar ons timing? Oef. Nee, maar het is echt... Straks worden we buiten gezet. Het voelt nu binnen ons... Allee, beter. Ja, het ziet er niet beter uit. Ja, maar het voelt al beter. Dat is al goed, hè. Het is... Allee, goed. Ja. We gaan richting een eindstuk gaan. Voordat Erik andere dingen zijn gezicht... Zoekt u nu nog iets voor om in uw gezicht te wrijven? Nee. Ik heb hier iets laten klaar liggen. Uw cola is hier. Ja, mijn cola is daar. Was er? Ah ja, wacht. Ik help. Nee, je moet even terugkomen. Wacht. Je moet heel even recht staan. Ik recht staan? Ja, heel even, want u een draast. Wat? Heel even. Ja, oké. Wat is? Wat nu? Ah, nou, dit niet. Oké. Wat de hel? Mijn shirten? Hallo? Mijn shirten? Dat, zover rijk ik ben niet mee met wat er gebeurt, dus je moet niet aan mij vragen of het marcheert. Hallo? Dus voor de luisteraars thuis... Horen jullie mij? Oké. Okay, ja, maar door uw andere micro, hè, aap. Opa probeert Bluetooth aan te sluiten. We krijgen dat ik heb echt het gevoel dat we allemaal die thee gedronken hebben vanavond, want dit is echt waar. Vroeger was dat met een draad en dat was veel gemakkelijker. Maar hij is je nagesloten nu, Brouwer. Wat moet je doen? Dat doen we deze weg, hè. Om te zien of ze verstaan met die ander. Ja. Okay. Ik heb nog niet zoveel techniekjes in paniek gezien. Horen jullie mij? Dat was shirt, man. Oké. Okay. Goed, okay, dan weten we dat. Waar gaat dit naartoe, Erik? Maar wat gaan we mee doen met de micro? We zullen het nog zien, hè. Maar jij hebt je laten klaarleggen. Heb jij een spijr laten klaarleggen om er iets... Ja, ik zeg voor... Maar Erik... Maar Erik, ook niet. Ah, moet ik dat terug maken? We kunnen dat ook rechtstaan doen, hè? Je hoeft dat niet. Het is wel een mooie man, hè, Bart? Welkens. Prikt niet in zijn goed oog, hè. Zijn linkerhand is niet echt, ik zeg het maar. Zo. Ah, nee, het is andersom. Hoe net? Ja, deze is niet gedaan voor 11:30. Dat is... Dat is eigenlijk zo'n familiefeest dat een opa zo rare dingen aan doet. Wacht, dus en nu moet je de projector gaan aansteken. Ja. En dan zo, hè. Au.
Ik ben Erik van Looy. Oh, ik heb hier drie in de neus. Ah, bedoel. Erik, tel de geld eens. Even, horen jullie mij? Marcheer het ook. Geweldig, een techniek. Ja, helaas al voorbij, kwartier. Oh, wie is... Mevrouw, het wordt echt nog leuker, hoor. Ja. Ja. Kom erop, maar heb je jas mee? Heb je jas mee? We zijn brave mensen, hoor. Ik kom terug, maar ik heb wel alles mee. Dat is toe. Nee. Mijn rotte sleutels blijven niet achter, hoor. Maar dus, jij vraagt aan de techniek achter de rug van Xander. Ja. Legt de micro klaar? Ja. Om daar vervolgens... Niks mee te doen. Schitterend. Maar ja, bedoel, het is toch leuk. Je hebt al eens op je benen gezeten nu. En, allee, het is zo... De leuke act. Heb je een plan, Erik? Wat heb je? Heb je een plan? Wil jij zien? Wil jij wel een plan, zingen, maar ja, ik weet niet... Ga je zingen? Nee, jawel. Weet, ik heb een draagstoel gehad, ik heb een taart voor mijn verjaardag. Is het goed geweest? Ja. We hebben nog... Wil je zingen helemaal op het einde van de avond? Of wil je nu al zingen? Waar wil het publiek? Mag ik iemand... Ja. Nee, mag ik iemand laten zingen? Iemand laten zingen? Ja. Misschien? Hij voelt zich toch niet op zijn gemak. Ja. Ja, nee, je weet dat ik niet zing. Nee, ik ken iemand die heel goed kan zingen. Waar ik vandaag 6 uur mee in de auto heb gezeten. Ja. En ik zou die even willen oproepen, als dat mag. Oké. Okay. Mag ik dat? Dus daar gezegd van aansteller... Dude, het is uw show. Ja. Maar we moeten natuurlijk op een bepaald moment meezingen. Hè? Als okay. Is het goed? Het is dat oogmaken... Meestal zeggen ze nu, opa, maar het warm waterkruikje ligt in je bed, anders moet er al een keer in kruipen. Oké, laten we het gewoon gebeuren. Ik volg je. Ja. Mag ik een applaus voor Steffi Vertriest? Is dat het theevrouwtje? Dat is het theevrouwtje, okay. Ja. Van de kraal. Illegale thee, spreek haar aan na de show. Oké. Dus... Hallo. Ja, zij gaat zingen. Ja. Hoor je haar? Hallo. Hoor je haar? 1, 2, 1, 2, hallo. Ja, ongelooflijk mooi zingen, echt waar. Ik voel mij zo'n beetje of ik een nieuwjaarsbrief ga voorlezen of zo. Nee, maar zij gaat op een bepaald moment natuurlijk a cappella, hè, want we hebben geen muziek. Hè. Ja. Maar, en als ze dan op een bepaald moment stopt, moeten wij meezingen. Oké. Okay. Alle drie. Jij ook, Alexander? Ja. Als ik de tekst de zaal, hè. Ja. De zaal ook, hè. Nou, eerst, ja, de zaal ook natuurlijk. Ja. Okay. Okay. Je kent het liedje zeker. Oké. Okay. Maar ik heb erover nagedacht, snap je? Ja. Oké. Ja. Een verzoeknummer. Ja. Is de micro goed? Ja, ik denk het. Misschien kunnen we het een beetje zoals Amsterdam Arena of zo laten klinken. Ah, ja, wat galm. Beetje... Galm? Ja, kan dat? Ja. Galm. 1, 2, 1, 2. Ja, maar wow. Is het toch een technieker? Ja, dat is de galm. Ja, okay. Hallo, Sportpaleis. Nee. Okay. Heeft hij me dat beloofd, ja? Ja. Oké. Okay. Het is niet gemakkelijk, hè? Zo onvoorbereid. Ja. Stem. Ja, oké. Okay. Galm klaar. Loving you is easy cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Is more than just a dream come true. Every time that we you, I'm more in love with you. Ja, een beetje kratom? Of ja, zeer goed. Gaat ja. Het? Wel niet door, heb ik nog thuis geraakt. Nee. Ja. Hey, hallo, bravo. Dit was alweer Mosselen om 13:30. Bedankt om te luisteren. Ga naar mijn YouTube-kanaal en word nu member om de podcast met beeld te zien en voor extra afleveringen.
Bekijk ook zeker alle spin-offs zoals Cinema Garage, Opa speelt een spel en Ben je nog aan het kijken? Shirts van de podcast zijn te vinden via de webshop op mijn website. En vergeet niet een goede reactie achter te laten op uw podcastplatform of onze social media. Zoveel mogelijkheden om de podcast te steunen en allemaal optioneel en niet verplicht. Tot volgende keer! Mosselen,